Goedenavond. De eerste woonerven van de wereld. Waar werden die gebouwd? In het Drentse Emmen. In de jaren 50 onderweg van achtergebleven dorp naar een moderne stad die echt waar internationaal bewondering wekte. Het wonder van Emmen heette dat. En we roepen het voor u tot leven na het overlijden vorige maand, 91 jaar oud, van de man die het verrichtte. Emmen wordt een stad in die zin dat het een modern winkelcentrum krijgt met veel gespecialiseerde winkels, grote warenhuizen, steeds meer mogelijkheden op het gebied van ontspanning en onderwijs. Maar de woonwijken zullen niet typisch stedelijk zijn. Het omringende landschap zal in de woonwijk blijven doordringen. Als dat geen stedenbouwkundige is, Niek de Boer, jaren 50. Net afgestudeerd in Delft, had helemaal nog niks gebouwd, maar mocht in Emmen aan de slag om van dat veendorp zonder veel vooruitzicht, maar eigenlijk alleen met veel werkloosheid, iets te maken. Liefst meteen een stad. Dat paste in de tijd, zo na de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw. Nederland wilde vernieuwen en kreeg niet alleen een voorbeeld, maar ook geld uit de Verenigde Staten, de naoorlogse Marshallhulp. Waarom een stad in lange eeuwen laten groeien, die kon je toch in één keer maken. Maar de Boer voegde daar iets unieks aan toe. De stap van dorp naar stad zou voor bewoners wel heel groot worden. Dus hij bedacht een woonvorm die modern was en toch ook iets dorps hield, met veel groen. Geen boerenerf, maar, goed woord, een woonerf. Emmen zou nooit meer hetzelfde zijn. Dames en heren, goedemiddag. Ik heet u van harte welkom aan boord van onze excursiebus. We proberen u iets van Emmen te laten zien en u daarbij iets te vertellen. Zou u hier willen wonen, willen werken? Dolgraag. Ik werk op het ogenblik 10 jaar op dezelfde school en ik wil zo langzamerhand wel eens veranderen. En ik vind dit een fantastisch mooie streek. Rondom Emmen liggen 3 grote bosperceelen. Eén daarvan krijgen we direct al te zien. Emmen was een slapend dorp. Emmen was een veedorp. Met dorpen erop toe waar mensen in het veen werkten en in het middelpunt waren een paar winkeltjes. Dat was dan Emmen. Dat was het middelpunt van die dorpjes. Eigenlijk was er niks te beleven. Je had wat kruideniers aan weerskanten van de straat. Cultureel leven lag helemaal op zijn gat. Het was eigenlijk niks. Mijn vader was veenarbeider. Dat veen, dat moest met zo'n Jacobladder, werd dat naar boom gebracht. En dan werd dat veen werd gemalen. En dan werd dat via een lijn, kwam er allemaal plankjes op met turven. En die werden dan op veld gebracht en die kwamen daar te liggen om te drogen. Zo gauw als je van de lagere school afkwam, moesten al mijn broers naar het veen en werken. Maar ik was al de kleinste van het spul. En ik heb een half uur ook in het veen gewerkt. En toen waren ze mij niet meer nodig, konden mij niet gebruiken. Zei de baas tegen mij, ga jij maar weer naar huis. En toen ben ik naar de kleermakerij gekomen. Maar mijn broers hebben dat allemaal gedaan, totdat het veen weg was. Het was een hard bestaan in de veenderij. Zware seizoenarbeid voor mannen en vrouwen. Een hard en onzeker bestaan, want de werkloosheid geeselde Zuidoost-Drenthe als geen ander gebied in ons land. En zij steeg naarmate de belangstelling voor turf als brandstof daalde en het veengebied door afgraving slonk. Voor de buitendorp was dat een ramp. Want je had niet alleen je werk, je woonde er ook. Hè? De zogenaamde veenketen, waar men werkte, daar woonde men ook. Dus dat liep allemaal af. Dat was een grote werkloosheid. Ondanks al zijn mogelijkheden aan mensen en aan ruimte, raakte het noorden achter op het westen van het land. Het werd een van de probleemgebieden waarvoor het kabinet een ontwikkelingsplan heeft ingediend dat met stimulerende maatregelen op korte termijn resultaten wil hebben. Er waren stimuleringsfondsen vanuit Den Haag om dit gebied op te vijzelen, want men zag ook wel na die afloop van dat veen dat het hier helemaal misging. We hadden toen in de tijd burgemeester Galland, een enorme goede burgemeester, die zelf op pad ging. In het weekend werden een aantal ambtenaren bij elkaar geroepen en men vertrok maandagmorgen in een Volkswagen richting Denemarken.
En ik kwam woensdags terug met de mededeling van de Danlon komt naar Emmen. Zo ging dat dus in die tijd. Emmen had toen goede bestuurders. Wat kon hij dan zeggen wat Emmen te bieden had, daar in Denemarken? Werknemers, goede werknemers. En grond, industriegrond. Hier in Emmen lag massa's weilanden die geschikt waren voor de industrieterrein. Om te ontwikkelen. Er was ruimte, er waren arbeiders. Toen kwam de bendingfabriek. Later kwam de accu. Maar toen kwam daar de Danlon. Toen kwam daar de Honeywell. Dat zijn allemaal grote bedrijven. AAF, dat was een Amerikaans bedrijf. Kijk, toen die bedrijven daar kwamen, toen was er weer werkgelegenheid zat. Midden in het veengebied van Drenthe is, als het ware naast en achter de turfstapels, in enkele jaren tijd de industriestad Emmen verrezen. Vele grote maatschappijen hebben hier moderne fabrieken neergezet die aan duizenden een goed bestaan verzekeren. Toen ik van de kleermakerij kwam, ik had geen eelden aan. Maar die luiden hadden allemaal, omdat ze met de schop gingen werken, allemaal eelden aan. Dan moesten ze, dan gingen ze naar manicure en dan werd dat eeld er allemaal afgehaald. Want die nylondraad met eeld, dat wilde helemaal niet. En er waren ook heel veel van die veenarbeiders die een poosje in de fabriek, en die konden er helemaal niet tegen. De muren kwamen overaf. En waarom heeft u juist deze industrie gekozen? Nou, ik dacht, mijn broers die werken hier allemaal in de fabriek, dat werd, is hier de grootste, zo'n beetje hier in de gemeente. En toen ben ik hier maar naartoe gegaan. En hoe bevalt het u nou? Nou, hier is niet zo bijzonder best hoor. De eerste half jaar dan heb je de moeite meer omdat je in de buitenlicht gewoon bent. En dan zo allemaal hier zit je onder dak natuurlijk. En nou, het is eigenlijk zo dat toen was je vrij. Dan kon je naar huis gaan wanneer dat je wou en dan kun je hier natuurlijk niet. Ik kwam van de LTS, 15 jaar. Ik had opleiding metaalbewerking gedaan en ik wilde aan het werk. En dat was er in overvloed. Ik hoefde me niet te melden op het arbeidsbureau. Die kwam naar school toe en je had het voor het uitzoeken. En ik kwam in de bendingfamilie terecht, zoals dat heette, hier. En ik werd leerling naaimachinemonteur. Een prachtig moederbedrijf. Wij zijn de meisjes van confectie atelier, de modinettes atelier. Olé! Zit het spoeltje er niet goed in? Ja, dat zit wel goed. Zit wel goed. Zie, nou lukt het in één keer. Hij zat hier een beetje vast. Ik was meisje van 14 jaar. Toen wou ik me graag geld zien natuurlijk. Wou ik me graag wat verdienen. Toen heb ik mij gemeld bij de Bendien. Toen kon ik komen en dan kon ik aan de band werken. Aan ze van 1 tot en met de 30 volgens mij. Aan ze daar de banden waar de meisjes en de jongens allemaal aan stonden. Nou, en zodoende ben ik in de fabriek gekomen, zeg maar. Mijn eerste indruk was dat het heel groot was. En dat er heel veel mensen zaten af. Jongens en meisjes dan allemaal, want er zat wel zo'n beetje 600 man zat er wel. Ja, 's morgens kwamen de dames allemaal. Er werd eerst de spiegel in de naaimachine aangezet. Nou, dan moest eerst het haar allemaal nog eens in de plooi. De paperclips kwamen erin. En nou ja, en zo, als ze begonnen te werken, dan hadden ze die speldjes er allemaal weer uit. En dan zagen ze als dame achter de naaimachine. Aandacht trekken, denk ik, een beetje bij de jongens. U ook, toch? Ja, ik ook. Zo heb ik papa leren kennen.
daar was de Benny neerder. En er was daarachter zat het badhuis. En dan was dit allemaal, dat is allemaal later gekomen. Dit is Emmermeer. En deze wijk, die is vlak na de oorlog, is die gekomen. Eerder stond hier helemaal niks en er was een laag. En daar was het allemaal water. Zogenaamde heide en zo. En later is dit allemaal gebouwd. Ten bate van de fabrieken. Die woonwijken waren dat toen helemaal nog niet. Ik kan me nog herinneren, ik heb gewoond in de wijk Emmermeer, dat er hooguit 6, 7 woningjes stonden. Hier en daar één. Maar toen dan de industrie naar Emmen kwam, toen moest er woning bijgebouwd worden. De ontwikkeling van eenvoudig boerendorp tot een welvarend industriecentrum met 60.000 inwoners geschiedde met zulke snelheid dat men vaak en terecht spreekt van het wonder van Emmen. De woningbouw kan het ontwikkelingstempo nauwelijks bijhouden. Het wonder van Emmen was dat er in het welbevinden van mensen het gevoel was van, nou, wij hebben een stadium bereikt waarin er voldoende werk is voor mensen, waarin er voldoende opleiding is. Dit zijn originele tekeningen van Niek de Boer. In die jaren was men druk bezig om een nieuwe woonwijk op stedenbouwkundige leest te maken. Maar al vrij vlot ben ik bij de gemeente terechtgekomen. Wat werd uw taak? Tekenaar. Die dingen heb ik ook gemaakt bij de Vleet. En dat was schetsen. In eerste instantie toen moest ik een pen leren vasthouden. Moest ik 14 dagen. Heb ik ook niks anders gedaan. Toen ik dat goed onder de knie had, want dat moest allemaal heel precies. Er kwam dus een afdeling bouwkunde. Die moest dus zelf huizen ontwerpen. Er kwam zelfs een afdeling stedenbouw. Die moest mooie woonwijken maken en dergelijke. En dat gebeurde allemaal in eigen handen. Omdat je namelijk zegt, ja, maar wie was uw baas daar bij de gemeente? André de Jong. Dat was de stedenbouwkundige van hem op dat moment. Die was er al vanaf 1957. Ja. En wat was zijn opdracht? Emmen verder ontwikkelen. Een van de charmante dingen van dit vroegere agrarische dorp, wat op dit moment bezig is een industriestadje te worden, dat is namelijk het bij elkaar brengen op een hele korte afstand van een geweldige hoeveelheid sferen. Recht vooruit heeft hij dus die versprongen woningbouw met een enorme leuke ruimtelijke werking tussen die woningen. Emmen was het middelpunt van het noorden aan het worden. Zo presenteerde men zich ook, hè? Er werd in Emmen gebouwd, als je daar kwam. Nieuwe wijken, nieuwe scholen, er kwamen sportzalen. Ja, Emmen was een bruisend dorp. Anton Dreesman, de grote man, die kwam hier dan met een architect bij mijn auto. En dan reden ze door Emmen heen en dan keek hij zo in het rond. En dan zei hij van, nou, Emmen is nog niet rijp voor mijn warenhuis. Dat die dacht van, als hij daar zo over de straat kreeg, van nou, hier wonen mensen die gaan dat wat ik verkoop niet kopen. Daar was hij van overtuigd. Maar in die tijd hadden ze nog van die blauwe werkkleren, die hadden ze aan. Nou, en die zag je dan daar ook op straat. Of je zich daar helemaal door heeft laten leiden. Maar uiteindelijk is Emmen wel rijp geworden voor zijn warenhuis. En daar waren we blij mee dat die hier kwam. Men wist Emmen een beetje te vinden. De bioscoop. Dat was een verademing. De eerste film van Elvis Presley en Cliff Richard, die werden in die bioscoop. Daar ging je met je meisje naartoe. Dus dat was... Ik heb die jaren, de HEMA kwam, VND kwam. En zo langzamerhand groeide dat. En het was een hele belevenis. Rechts ziet u het reeds volop bebouwde industrieterrein. Links het nieuwe industrieterrein waar de eerste bedrijven al druk bezig zijn. Het mocht dan ook wel even worden vermeld dat wij er en met best nog een paar honderd mensen bij kunnen gebruiken. Misschien iets voor u om te overwegen als u straks weer terug bent in het westen van het land, dat we benzinedampen opsnaven als u naar huis gaat. De lonen zijn hier vrijwel gelijk aan die in het westen, dus daarvoor hoeft u het niet te laten. Emmen heeft behoefte aan alle soorten mensen, gescholden, ongescholden en middenkader.
iedereen greep in dezelfde groep. Hè? De Danlon, de Enka, Nira. Dus op een gegeven moment moest het personeel komen. Wij hadden een personeelswerver, meneer Eesendam. En toen zei de bedrijfsleider, Jap, we gaan de boer op. En dan gingen we met een Volkswagenbusje alle uithoeken van Zuidoost-Drenthe. En dan deden we bingo, je kon een lap stof winnen. En dan kreeg meneer Eesendam, dan kreeg hij allemaal lijsten met namen erop vanwege die bingo. En dan had hij weer adressen en dan ging hij echt bij de mensen langs om te vragen of ze wilden komen werken. En zo hebben we tientallen meiden binnengehaald in die tijd. Ja, toen kwamen er allemaal meisjes van Schoonoord, Nieuweerdingen, Zwartemeer, Klassineveen, Emma Kompas. Ja, die werden allemaal met bussen opgehaald, want toen de tijd was het nog zo. Voor die meisjes, ja, die moesten vervoer hebben. De meeste mensen die er bij ons op bedrijf werkten, die werden allemaal gehaald met de bus. Dat was toen voor de werknemers een gouden tijd. Je kon werk zat krijgen. Als er een meisje was en je kreeg een beetje hocus pocus, dan zei ze, doe bij de papieren maar. Kijk, vandaag aan de dag zijn, ben je blij dat je werk hebt. Maar toen zei ze, doe de papieren maar. Als ze om 10 uur bij ons wegging, kon ze om 11 uur bij de NK weer beginnen. Ik maakte bij de bending Oxford kleding. Oxford, dat was een merk van kostuums. Eén hele grote zaal. En er waren allemaal loopverband. Zaten ze nek aan nek. Zoveel meisjes. Als je aan één zo'n band 40 man zitten hebt, 20 aan die kant en aan die kant. Nou, dat is een belevenis, hoor. Alles was in beweging. Net mierennest, zeg ik altijd. Ik vond het prachtig. Je had een lopende band. Aan die lopende band zaten aan beide kanten naaimachines. Het begin van de band, dan werd het gesneden. De modellen die werden gesneden. En dan ging dat weer eentje verder. En dan moest de bepaalde persoon die moest dat weer aan elkaar zetten. Zo'n meisje deed de hele dag niks anders dan datzelfde naadje. Daar weer op de band legde, de volgende weer pakken. Weer dat naadje naar. En zo ging dat door de hele bedrijf heen. En dan laatst kwam er aan een persband. En dan werden de modellen erin geperst. Zoals de, en dan ging ik naar het magazijn toe. Ik deed vaak persen van de jassen. Moest ook de voering strijken en zo dergelijke. Dat was eigenlijk te warm wel voor de meisjes. Hij stond bij de persband. En dan zat ik wel aan band 15 of 16, daar later gewoon. Zo is hij mij in mijn leven gekomen. Maar hoe kon u dan zijn aandacht trekken? Want u zat een eindje verderop. Ja, maar dat fluiten ze wel, hè. En eerder werd er ook wel muziek gedraaid in het bedrijf, hè. Want ik was altijd helemaal gek van Vers Domino. En als die plaat gedraaid was van Vers Domino. Nou, dan keek Popko wel en ik keek dan ook wel. En toen zwaaide je, in die tijd zwaaiden ze naar elkaar. Als ze de duim in mijn hoofd bepaalden. Er waren er wel meerdere jongens die allemaal verliefd op ons waren. Maar ja, het oog viel toch wel op Popko, hè. Toen werd ik verliefd op Popko. En dan werd het tijdens de arbeidsvitamine ook niet langer, werd de muziek gedraaid. En dan zwaaide je naar je vriendinnetje aan de overkant, achter in de fabriek. En dat was een prachtig gezicht. Als een bepaalde nummer had, dan kwam die in de benen en prachtig. Ik kwam laatst nog een kennis tegen. Weet je dat we zwaaiden onder die muziek? Ja, we weten. Dus ook al had je geen verkering, je zwaaide me wat. Ik was jong. Ik denk, ik zwaai wel terug. Ik zwaai wel terug. Je moest er wat van maken. Ja, dat was zat. Dat was wel. Je kon uitkiezen wie je wou, hoor.
als jongen van 15 gaat je grote mond wel over, hoor. 800 vrouwen. Dan heb je niet zoveel praatjes meer. En dan af en toe dan had je wel eens een meisje in het weekend. Maar één ding stond altijd vast. Je mocht ze geen blootje laten lopen. Maar dan was je maandagmorgen aan de beurt. Dan kon je geheid erop op rekenen dat je in die afdeling heen. Kom eens even hier. Dit doen we niet. In het industriedorp Emmen wordt gezocht naar nieuwe wegen in de woningbouw. Sinds dit project nu alweer bijna 10 jaar geleden onder handen werd genomen, bleven de huizenbouwers in Emmen zoeken naar andere, betere wegen om een woonwijk voor mensen te creëren. Hun uitgangspunt was steeds dat de bewoners de opdrachtgevers waren en dus dat de woonwijk bewoonbaar moest zijn. Je monden van hal, dat is wat ik doe. Bekend terrein. Vreemd genoeg, hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan. We zijn hier in Emmerhout. Dat is de derde woonwijk van Emmen. En die is gebouwd, dit is begonnen in de Emmerdennen. En waar we nu lopen, dat is dat deel waar vroeger bos was. Elk hoogteverschilletje is uitgebuit in de vorm van een trappetje of een hellingbaantje of wat dan ook. Dat betekent gewoon dat je dat beleeft. Er is hier wel degelijk, was het uitgangspunt. Je woont hier in het bos en dat moet je ook beleven. Bij de bouw van de huizen is afgeweken van het gebruikelijke rijtje. De woningen zijn steeds zo opgesteld dat men nergens het gevoel krijgt in een lange, onafzienbare rij huizen te wonen. Hier zie je gewoon dat dit prachtig mooi is geworden. Kijk, als je hier nou één recht blok neergezet had, dan was dat een saaie bedoeling geweest. Maar door die verspringing terug of weer naar voren, krijg je toch veel meer dat je een eigen plekje hebt. En dat is toch ook wel iets wat op prijs gesteld wordt. Het zijn maar kleine ingrepen, maar het brengt wel een hele hoop zwang in de buurt. Een woonerf is iets wat in Emmen uitgevonden is. En dit zijn de eerste woonerven? Dit zijn de eerste woonerven. Het allereerste woonerf was dit. Ja. Het was wel uniek voor Nederland. Bussen vol mensen kwamen hier naartoe. Vaklui, maar ook andere mensen om dat te zien. Problemen bij Bendit begonnen halfweg de jaren 70. Je merkte toen al de goedkope loonconfectie uit de Aziatische landen hier naartoe kwam. Dat merkte je al. De prijs van de confectie in de winkels die ging steeds verder naar beneden. Daar kon je op een gegeven moment niet meer tegen concurreren. De confectie ging dicht, de Danlo ging dicht, de Enka begon te saneren. Noem maar op. Hoe is de sfeer op het bedrijf? Nou, slecht. Gaat niet zo goed. Nee. Hoezo niet? Nou, we staan slaap. Ik denk dat we over de kop gaan, ja. Je merkt aan de mensen wel dat er een zware tijd aan zat te komen. Dat proefde je gewoon op straat. Iedereen had het erover. Het ging slecht met de bedrijven. Toen moest er op een zeker moment 200 man bij ons uit. En ik was de indelingschef. Ik moest dat. Ik moest klaarmaken. Dat was verschrikkelijk. Dat was mijn verschrikkelijkste tijd bij de Bendit. Dan moet je even mensen aanwijzen. Het zal er niet best uit zijn. Ik dacht dat minstens toch hier 300 man uit moesten. En misschien wel een gehele fabriek. Hoeveel werken er in het geheel? Nou, in schatting hoor. Ik dacht 650 man ongeveer hier dus. Dus het zou gehalveerd moeten worden? Nou, daar moeten we wel rekening mee houden. En dat is dus het enige waar we dus nog over hebben.
Maar we zijn met elkaar dus wel bang dus dat de hele tent dus dicht gaat. En dat zou wel jammer zijn. Het is hier in de buurt dus allemaal dus slecht. En ja, waar vind je werk weer? En toen is het verkocht aan McIntosh & Stein. En toen gingen we een heel ander product maken. Niet meer de Oxford van Benin, maar dan gingen we naamloze colbertjes maken. Bulkgoed. En toen hadden wij wel al door op een fabriek dat het minder werd natuurlijk. En toen toen had je wel in de gaten dat het ging mis. Ik ben hier naar Emmen gekomen, niet met in het achterhoofd de gedachte dat we het nou eens even in Emmen zouden gaan vertellen. Want jammer genoeg moeten we met elkaar vaststellen dat we op het punt van die werkloosheid met een problematiek te maken hebben die zeker op de hele korte termijn bijna onoplosbaar lijkt, dat het peil van de werkloosheid en de ontwikkeling van de werkloosheid voor ons onaanvaardbaar en onverteerbaar is. Hier zijn wel verschillende vakbondsleiders wel geweest. Geschil. Teleurstelling. Dat was... Meer kon je ook niet doen als arbeider. Want toen was het al zover dat die sluiting eraan kwam. Dus zijn we met elkaar naar het gemeentehuis geweest. Maar dat helpt ook niet. Dus... Voorbij was het. Dat is jammer. Maar ja. Ik doe hier broeken korter maken, broeken wijder maken, nauwer maken, ritsen inzetten, klusjes zetten. Goedemorgen, Klaas. Goedemorgen. En de broek klom, jong? Ja, ook alweer water. Ja, tuurlijk. En we zien je. Ja, ja. Turm. Nou, waarom? Nou, ik heb hem klaar, hè? Geweldig. Oké. Okay. Oh, die is mooi, man. Ja. Ja, dat is mooi. Ja. He? Ik had ook niet anders verwacht. Nee, ja, de kerktoren. Dat is het centrum van Emmen. Ga je een beetje naar rechts. Daar wordt een nieuwe theater. En dan helemaal naar rechts. Daar komt het nieuwe dierenpark. Ja. Emmen zal echt aan de bak moeten. En niet alleen met dat dierparkje. Het zal ontzettend mooi worden, maar daar heb je Emmen niet mee. We werken ons weer uit het veen. En dat is Emmen nu. Weer teruggevallen in werkloosheid en zelfs krimp. Met het verlies van de grote industrieën is de droom van de moderne stad uiteengespat. Al met al heeft die niet meer dan 20, 30 jaar geduurd. Maar Emmen is van plan zich toch weer uit het veen te werken. U zag het nieuwe theater. Het bekende dierenpark wordt groots aangepakt. De afgelopen jaren ging het hele centrum op de schop. Zoals veel centra van Nederlandse steden, ze moeten tegen elkaar opconcurreren. En dus allemaal onderscheidend zijn. Allemaal op zoek naar een idee zo goed als dat van Emmen in de jaren 50. Het woonerf. Dit was Andere Tijden, terug naar de onze. Maandag ziet u op dit net de eerste aflevering van de geschiedenisquiz van alle tijden. En ons ziet u volgende week zaterdag natuurlijk weer. Met Nelson Mandela, die tijdens zijn gevangenschap precies wist wat er in de wereld omging, dankzij geheime steun uit Nederland. Hij kwam langzaam dichterbij. Oh,